De aanschaf van een e-bike is een flinke uitgave. En er zijn zoveel verschillende soorten e-bikes dat je al snel door de boom het bos niet meer ziet. Gelukkig testen wij jaarlijks heel veel verschillende soorten e-bikes. En mijn collega Ronald kan ons daar alles over vertellen. Ronald, kun je mij precies vertellen hoe de test in zijn werk gaat? Ja, in onze test ligt de focus op de aandrijfsystemen. Dat is de combinatie van elektrische motor, accu en sensoren. Die bepalen namelijk voor het grootste gedeelte hoe fijn een e-bike fietst en hoe ver je komt op een acculading. En die aandrijfsystemen worden door tientallen fabrikanten gebruikt op honderden modellen. Maar wat onderscheidt onze test nou van andere partijen? Nou, als consumentenbond bepalen we zelf welke fietsen we inkopen en welke we gaan testen, niet de fabrikanten. En onze experts in het lab die beoordelen alle fietsen. En we doen ook metingen op een rollerbank. Maar wat test je dan op zo'n rollerbank? We testen daar onder gecontroleerde omstandigheden, dus dat betekent voor iedere fiets op dezelfde manier. En daarmee meten we dan het stroomverbruik en de kracht van de fiets in verschillende situaties. We simuleren bijvoorbeeld daarbij verschillende hellingsgraden en of je tegenwind hebt, ja of nee. Goed, het is dus belangrijk om goed naar het technisch gedeelte van de fiets te kijken. Maar wil je niet ook gewoon weten of een fiets fijn fietst? Ja, zeker. De experts in ons lab die vergelijken alle aandrijfsystemen met elkaar. En daarbij gaat het ook om de soepelheid van het fietsen. Dus hoe fijn fietst zo'n fiets nu en hoe prettig en natuurlijk voelt de trapondersteuning aan. En daarbij gaat het bijvoorbeeld om het gedrag rond de maximumsnelheid van 25 km per uur. Je wilt dan dat de ondersteuning geleidelijk aan afbouwt en niet heel abrupt stopt. Ook bekijken de experts bijvoorbeeld hoe het wegrijden met de fiets gaat vanuit stilstand, het accelereren en het gedrag op heuvelachtig terrein. En tenslotte is het nog wel van belang of een motor stil is, alhoewel dat in de laatste jaren wel flink is verbeterd. Ik heb begrepen dat we ook naar de display, de bediening, maar ook kijken naar wat er allemaal op die fiets zit. Ja, dat klopt. Ten eerste wil je natuurlijk weten of het display en de verschillende ondersteuningsstanden allemaal prettig werken. Of er simpele of hele krachtige remmen op zitten. Of de fiets een ketting of een riem heeft. Of er extra brede banden voor meer comfort zijn. Het aantal ondersteuningsstanden en bijvoorbeeld het aantal en het soort versnellingen. En is er nou nog iets anders belangrijks om te weten voordat ik een goede keuze kan maken? Nou, veel van de zaken die we net noemden, die kun je objectief testen. Maar bij e-bikes speelt persoonlijke voorkeur ook een hele grote rol. Zo heeft de een liever een wat sportievere fiets, de ander wat meer comfort. Kortom, gebruik onze test als leidraad, maar maak daarnaast ook een uitgebreide proefrit. Zo vind je je ideale e-bike. Alle uitkomsten van deze test kun je op onze website met elkaar vergelijken. En daar vind je ook een handig overzicht met alle aanraders op de beste pagina.